Hallo Black Legion en welkom bij mijn nieuwe Black Speelt. We gaan deze keer Field Runners spelen. Field Runners 2 om exact te zijn. Field Runners 1 lijkt er redelijk veel op. Ik heb het al aardig wat gespeeld. Het is een tower defense game. En Field Runners 1 is een beetje hetzelfde. Alleen ziet er grafisch wat minder uit en heeft minder mogelijkheden op zich. Je begint hier in een kasteel en dan helemaal hier langs en dan door de desert en shit. En daar ben ik gebleven. Maar we gaan gewoon even eentje doen, be mine. We gaan gewoon even casual doen, omdat het makkelijkst is. Ik heb allerlei torens. Normaal begin je hier. Even terug. Nee, terug. Ga weg. Normaal begin je volgens mij bij deze. Ja, Last Limbo. Of begin bij deze. Eén van de twee. Misschien wel. Volgens mij deze. We gaan even deze doen. Ook hier hebben we nou alle torens. Oké, fuck it dan. Dan doen we gelijk wat die. Dan gaan we gelijk met een nieuwe bezig. Beeline. We kunnen hier alle torens aankiezen wat we willen hebben. Er zit een lock op, dus dat kunnen we niet kiezen. You're full. Maar we kunnen alleen met deze. Maar normaal hebben we dus allerlei torens. Die een bedrag hebben natuurlijk. Het is echt een beetje een typische tower defense aan de ene kant. Tesla Plasma Tower, Flamethrower, Laser Tower, Hive Tower. Dat is gewoon een soort catapult die een bijenkorf schiet. En dat damage dan. Oil Tower, Missile Tower, Glue Tower, Gatling Tower die hebben we nou. En ik heb een nieuwe Pyro Tower. Ik had al een Flamethrower Tower, maar nou is een Pyro. Dat ziet er wel vet uit. Dan zijn er zoveel meer nog. En dan moet je allerlei dingen voor doen. Sterren halen voornamelijk. Railgun, Spark Tower, Mine Tower, Radiation Tower, Nuke Tower, Machine Gun. Slow plus Damage plus Walls plus Ego. Kunnen we kopen voor cash in-game, coins, buys, items en special towers. We playing on harder difficulties krijgen dus meer cash, Sonic Blast Tower, Ice Tower, Cannon Tower, Link Tower, Zap Tower, Gas Tower, Plague Tower, Boom. Dat kan wel. Fuck, hoe is dat ook weer? Dat ene nummer. Kut, dat is van een tekenfilm. Volgens mij. Cash Tower. Tower. Je weet misschien wat ik bedoel, maar oké. Slow Link Tower, Napalm Tower, Power Tower, Polymorph Tower. Dat was Polymorph Tower, de laatste. Fuck, hoe heette dat kinderding ook weer? Of was dat... Nou wacht, dat was volgens mij van Pokémon. Of zoiets. Tickler Power, blablabla. Zoiets was het volgens mij. En je kunt hier allerlei dingen kopen. 3 Scientist Strikes kunnen we hier ingooien. Nee, die moet je kopen trouwens. Maar we hebben Spanish Flu. Kunnen we erin gooien. En Rewind. Rewind is puur als je iets mis hebt gedaan. Die kun je kopen. Allerlei bonussen. En dat was dat. Railgun en Tesla Towers do hit a few extra surrounding units. This helps with groups. Inderdaad. Er zijn wel wat meer towers die groups aanvallen. Same length choice. Units go up. Units gaan altijd naar boven. Tenzij dat het dus iets is met shorten, zoals hier gezegd wordt. Dan doen ze dat dus niet. Another mind melting puzzle map. Mr. Runner, Mr. Mine. Can you survive by solving a stumper? Je hebt dus verschillende game modes. Gewoon normaal. Endless survival als ik goed heb. En puzzel. Kijk, dus nou merk je er niks van, maar als we zo gaan... Oh god. Ah, we hebben maar zoveel cash ook en dan moeten we... Oh, we moeten hem in de mijn laten lopen. Oké, oh kut. Zo komt het goed. Met F kun je dingen versnellen, anders dan duurt het heel lang. Zo, op die manier, be mine. Dat is wel vet. Dat is wel een leuke puzzel, mode. Het gaat altijd omhoog, hè. Dat is zo kut. Even kijken. We kunnen ook rewind. Deze ding kun je cellen nu nog. In het pauzemenu, zeg maar, voor hetzelfde als wat je ervoor betaald hebt. Daarna gaat dat niet meer op. Zo. Prima. Behand maar los. Perfect round. Volgende.
Dat is een aparte toren. Ik weet niet meer wat hij doet. Niks. Wat is dat voor ding? Link Tower should be built in pairs with an empty square between them. This forms a finish line. Oh ja, dat was het hem. Nee. We hebben er nou eentje gemist. Of de hele totale tijd, omdat ik gewoon niet bezig was met de dingen zoals moest. What the fuck wil je dit doen? Ah, door eentje eerst bovenlangs te laten lopen en dan de ander. Timing is everything. Wait for the right moment. Oh, dat is het goede moment. Kut. Niet goed. Nou ja, in ieder geval dat is dat idee. We gaan even naar settings. Dat was het. 7 exit. Yes. Dat is in ieder geval het puzzelgedeelte. We gaan niet blijven puzzelen. Dat duurt veel te lang. Ja, stijl. Het heeft echt een cartoony stijl. Ik vind het wel vet zo. Met al die helikopters en eigenlijk is het leuk gedaan. We pakken gewoon even een random level hier. We pakken deze wel. Tof. Dan kunnen we hier kunnen we kiezen welke torens we mee willen hebben dus. Ik ga even voor de nieuwe Pyro. Kijk, Gatling guns blijven wel heel chill. Dit is een slowing tower. Beamline gebruik ik niet zo heel veel. Laser is wel chill op zich. Want dan gaat een hele row eraan. Flame tower is ook niet, flamethrower ding is niet slecht. Plasma tower eigenlijk ook niet. We pakken wel even de beamline weg. En dan pakken we wel even de Pyro tower. Daar hoef ik niet wat van te hebben. Start. Dit gaat leuk worden. Het is echt een hele leuke game trouwens. Field Runners 1 en 2 allebei wel. Het zijn leuke tower defense games. Soms simpel, soms echt lastig. Wat je zelf maar wil. En ja, hele leuke levels. Kasteel eromheen. Daar die koeien, die kippen. En gewoon zo cartoony. En ik weet niet, ik vind dat super vet in ieder geval. Ik vind dat echt heel vet. Even kijken, we beginnen met een Gatling. Even nadenken natuurlijk. Want hier kunnen we best flame towers of andere shit neerbouwen. Hier hetzelfde eigenlijk. We kunnen towers upgraden. Dat is 4 in dit geval voor zo'n ding. En ik weet niet of dit helemaal de goede plek is. Niet echt denk ik. Om eerlijk te zijn. Sowieso niet met die lui. Dat is een helemaal slechte plek om hem neer te gooien, maar oké. Het zal wel even moeten. Hij moet ook echt geüpgraded worden. Anders hebben we helemaal een probleem. Dat ging nog maar net goed. 15 cash, ik ben aan het wachten op 20. Dan kan ik een slowing tower plaatsen en dan gaat alles lekker langzaam. Over het algemeen. Er komen er nou een paar door. Wat we kunnen doen dan is een mine hier plaatsen. Dan worden ze allemaal vergast. Dat is echt heel gezellig. Ze worden echt allemaal vergast. Ik denk wel dat het op zich het beste is. Om beide van die towers, dus er komt er nog eentje doorheen. Om ze allemaal even te upgraden naar het hoogste level. Ik denk dat het anders is. Want er komen nou heel veel light door. We kunnen hem ook restarten. Als je zegt van dat is helemaal een ramp. Dan restart je hem gewoon. Dus dat alle mogelijkheden zijn. Ik wil dat wel. Opties. Als ik heb. Nee. Escape ben ik echt te veel aan gewend om in te rachen met de weg. Opties. Sounds, music. Grid. Always. On drag. Of. Nee, je kunt on drag doen. Als je dat doet. Dan is hij nou weg. Dan ziet het er mooi uit. Zo gauw als je het vastpakt. Dan is die grid er. Heeft op zich ook wel wat. Jij gaat dood. Upgraden we die even. Please. Kill. Dat wil net. Wel echt net. Zij zijn aan het hoogste level. Ze zijn allebei maxed upgrade.
Het zal net willen, denk ik. Voor nog eentje. Ja. We zullen er nog één moeten. Want ik wil nou die slowing dingen erbij gooien. Op zich hou je het redelijk lang vol met die towers. Misschien wil het nog wel eentje. Nee, denk ik niet. Dat gaat te snel. Kut. Oké, even die Anthrax weer gooien. Vergas, 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 vergas. Oh, hij net niet ook, hè. Net niet, die jongen. Ja. Allee, die er even bij gegooid dan maar. Want je begint natuurlijk met lage aantallen, dus het is niet als te snel om gelijk alles erbij te gooien. De plasma towers en al die soort. Helis, de turrets vallen die gewoon aan. Niet elke tower valt een heli aan trouwens. Daar moet je wel rekening mee houden. Oh, net niet ook, hè. Vuile heli. Ik ben hem ook slecht aan het opbouwen. Ik had hem gewoon hier in de tunnel moeten gooien of wat dan ook. Ik wou daar wat anders neerbouwen. Een laser of iets in die trant. Dus vandaar dat ik op het moment ook niks doe en het allemaal gewoon door laat gaan. Maakt even niet uit. Het gaat erom dat je kunt zien hoe en wat. Fire is puur voor als het te druk is. Oh, dat zo meteen is. Dan bompt hij alles. Dus een bombing run. We hebben nu genoeg van flamethrower. Gaan we die verkopen. Heb ik genoeg van plasma. Plasma schiet in verschillende richtingen. Dus die is perfect eigenlijk voor daar. Voor hier. Als je die plasma hier plaatst, dan schiet hij die kant op en naar voren. Een flamethrower schiet om zich heen. Als ik deze verkopen, dan kan naar die plasma staan. Maar we gaan eerst even voor de flamethrower hier. En die brandt alles lekker weg. En puur één flamethrower is genoeg voor dit moment. Eigenlijk. Dan krijgen we motoren, die zijn wat sneller. Dat zijn de normale, gebruikelijke, snelle enemies, zeg maar. En eigenlijk op flamethrower lukt alles wel een beetje mee. Voor het grootste gedeelte. En er komt een tankje aan. Een tankje heeft veel HP. Het zijn allemaal wel eigenlijk de standaard dingen. Zoals je wel gewend bent aan de ene kant van. Er is altijd al langzaam iemand met heel veel HP. Er zijn altijd snelle lui met weinig HP. En zo zit het hier in principe ook in. Alleen ze hebben ja army dingen gepakt. Wat het wel leuk maakt natuurlijk. Oké, we gaan deze verpatsen. We gaan naar de plasma neergooien. We zien wat de plasma doet. Die schiet bollen af. En die schiet dwars er doorheen. Dus dat is wel fijn. Als het drukker wordt en er is hier één, dan schiet die plasma door alles heen. En dat is echt heel handig. Volgens mij hebben die helis. Oké, dat komt goed. We zijn er maar ronde 20 van de 60. Hè. We moeten hier 60 rondes overleven. Ik heb deze wel gehaald ook trouwens, dus. Oh ja, die is ook dood. Dan maar even op die manier. Ik ben nog wel benieuwd wat die Inferno Tower doet. Dus in plaats van de Inferno Tower. Mwah. Dat klinkt interessanter dan wat het is. Die hele hartslag die je de hele tijd hoort, dat is aanduiding van de duurtje gaat bijna dood. Dit ding is wel powerful. Toch wel. Hij leek een beetje crap, maar hij is wel powerful. Plakken we er nog een lasertje bij. Nee. Laser zijn lastige dingen. In principe, dat is een lastige keuze. We gaan gewoon even van allerlei rare dingen uithalen nu. Die daar neerkeilen. Flamethrower daar. Dit ding killt wel hard nu. En dan met twee flamethrowers daar of zo. Dan is het zo gebeurd. En je unlockt natuurlijk steeds meer dingen door de loop van die game heen. Dus het is ook altijd nog de moeite weer waard om terug te gaan. En proberen snellere tijden neer te zetten of wat dan ook. Dat is natuurlijk ook altijd nog een nut. Dat is een klein tank-achtig autootje. En ik mag wel even snel 60 krijgen. Alhoewel, ik wou laser doen, hè. Laser schiet in hoeken. Niet in diagonalen, alleen in hoeken. Dus die kant, en die kant.
Helaas. Was fijn geweest als hij meer deed me. Is helaas niet het geval dat de laser schiet niet echt op heli's. En dan gaan we dood. Oeh, wacht. Nog net op tijd. Net op tijd. Dat was echt lucky. We hebben nou 2 burners. En een laser die ook echt gewoon door de hele map heen schiet. En die loopt nou door en dat is het einde van deze ronde. Dan zegt hij, pew, defeat heb je dan. Nou, als we dat is hoe dat werkt. En je unlockt nou steeds meer share dingen. Je kunt meer coins krijgen als je shared op Twitter en Facebook. En dat gaan we niet doen, dus fuck dat. Maar het kan. Als je het wil hebben, dan kan dat natuurlijk. Maar ja, het is dus, je ziet een beetje de basis... van hoe je dingen kunt opbouwen, hoe de levels eruit zien. En ja, het is een echt leuke game. Ik heb er goed mee vermaakt. We gaan even gewoon een casual doen hierop. Die Inferno Tower, hij is wel goed op zich. Oh, die Pirate Tower bedoel ik, sorry. Die zijn we niet nodig hier. Die zijn wel handig zijn, die ook niet. Pak even een Tesla Tower. En de Missile Tower. Dit is een effective alternative to the Missile Tower. Maar we pakken gewoon de Missile Tower omdat die goedkoper is. We starten maar met 1 ding. Tot de Anthrax op is. Het gas is op. Twist of Fate. En dit is ook niet al zo makkelijke map trouwens. Zeker niet. Maar even nadenken hoe ik hem toen heb opgebouwd. Dat is wel handig. Gewoon zo. Volgens mij daar ook heen en dan die upgraden. Dan 1 kill en dan die ook upgraden. Volgens mij heb ik het toen ongeveer zo gedaan. Oh, sneller, dank u. Ik heb altijd een hekel aan dit langzame lopen. Echt een hekel. Dat is mij veel te langzaam. Oké, die 2 zijn geupgraded. Dat moet dan wel goed komen. Komt het ook wel. Zullen we daar ook nog 1 plakken? Zullen we ze gelijk even killen? Dan kunnen we even punten farmen. En dan kunnen we hier dingen bouwen. Ja, want ze worden allemaal echt gemurderd hier in dit kleine hokje. Je kunt inzoomen trouwens om het te weten te kijken als je dus wil je kunnen verder uitzoomen. En ja, het heeft echt een cartoony stijl, maar ik vind het echt een schattig stijl. Die tractor hier, de kipjes en gewoon alles is gewoon schattig. Dit is een missile tower. Even kijken wat de beste range is. Op zich is dit niet slecht. Ten opzichte van dit. Pak hem hier wel. Kunnen we ook gelijk upgraden? Gaan we gelijk doen. Upgrades maken dus een tower ook anders zoals je wel hebt gezien bij de turrets al. Met de rocket tower ook natuurlijk. Elke tower verandert naarmate je hem verder upgrade. Missiles zijn beter tegen... tegen tanks en dergelijke bijvoorbeeld. Ondertussen gaat de telefoon, maar dat is mooi voor de telefoon. Ik moet uitrekken. En even kijken. Slowing tower. Laten we die nog maar even plaatsen. Kan ook nog handig zijn. Een dikke combo erbij. Combo breaker. En op zich is het handigst om deze natuurlijk een radius ding te zetten. Zoals een flamethrower of een Tesla coil of iets in die richting. Dat is het makkelijkste om daar te plaatsen. En... eigenlijk wacht ik op de Tesla, dus fuck dat. Die heli moet kapot, die heli moet kapot. Nou, nah, fuck it ook, die heli mag door. Is gratis en voor niets deze keer. Onze defense is natuurlijk nou een beetje in de afzak. Ik had er rustig een Fire Tower neer kunnen zetten, dan was die dood geweest of wat Missile Towers.
Had dat makkelijk op kunnen vangen. Dat had niet gehoeven. Maar ik ben aan het sparen even voor die Tesla Tower. Om iets meer te laten zien nog van die game. En hoe het precies werkt. Ik pak hier even een Tesla Tower. En die dingen zijn wel badass. En wat je ook heel veel kunt doen als je echt heel beroerd bezig bent. Is gewoon spammen met de turrets. Echt, dat helpt ook een heel eind. Spammen met turrets. Zoals nu op de tanks niet natuurlijk, maar het verzwakt altijd iets. Het doet altijd iets. Helpt altijd wat. En als we dan nog een missile tower ergens gooien. Zo hier in het midden. Was sowieso een logische plek geweest misschien in het begin allemaal. Wij doen niet aan de logica. En je farmt redelijk snel punten. Die grote laars zijn meer punten waard dan de kleintjes ook. Dus op zich qua levelen en eigenlijk kun je snel levelen als je wil. Dat kan. En we zijn op 24 van de 25 van de 50 al. En puur omdat het kan ga ik deze dingen upgraden. Echt puur omdat het kan. Niet omdat het handig is, dan is het niet. Zeker niet, maar... Het kan, dus aan niet doen. En dan kun je ook zien hoeveel ze nog doen überhaupt. Qua damage. Nou is het 25 damage per seconde. Nou is het 70 damage per seconde. En nu is het 105 damage per seconde. Een Tesla toren doet nu al 700 damage per seconde. Dat is veel damage per seconde. Heel veel damage. En de missile tower doet denk ik 150 of zo. Oh, ik had het nog goed ook. Ik had het helemaal goed. Fucking badass. Die heli's zijn altijd wel een beetje crap die af en toe langskomen. Best wel heel erg hard crap af en toe. We hebben van alle torens geüpgraded hier, ja. Oké, upgraden we die even. Dat was die 105, dat was wel level 2 trouwens. En die 225. Er komen ook vliegtuigen overheen, die zijn sneller natuurlijk. Ook aan de ene kant lastiger neer te maaien. Die is ook al het volledige level. Zij hebben gewoon niet de rekening gehouden met eentje die overvalt. Gewoon don't care, zeiden ze. En op zich worden ze hier nog redelijk gemurderpold. Wat geen woord is, maar wat wel leuk is. Nou, dan gaan ze daar wel om burnen. Burnen is ook een damage over time, een dot attack. Ja, je hebt ook een area of effect time. Dus een OWAT. AOT. Area of attack, of zoiets. Voor mij was dat. Is gewoon, dit is area of attack. Maar damage over time is dus dat ze blijven burnen. En als ze hier zijn, nog steeds burn damage krijgen, zeg maar. Maar dat is wel logisch natuurlijk. De meeste mensen zullen het wel weten, maar ik denk ik meld het nog even. En ik wil eigenlijk nog een Tesla coil bouwen. Nog één, puur omdat het kan. En er komen echt veel lijnen aan op een gegeven moment, zoals je merkt. Echt veel. Meer dan dat wat je wil. Dat is ook wel weer geen goed Nederlands. Even die upgraden. Flame. Eigenlijk het is een olietoren. Olie. En dit is vuur. Samen zou dat echt zo'n dikke explosie geven. En zo moeten burnen. Maar dat doet het helaas niet. Spijtig genoeg doet het dat niet.
Het was wel leuk geweest qua realisme, maar helaas pindakaas. Zo erg realistisch is die game ook weer niet. Wat wel fijn is op zich, is dat upgrades, je koopt een toren. En upgrade is dan een bepaald bedrag en dat wordt niet meer met hoe verder je wil upgraden. Dus dat blijft gewoon zeg maar 4 voor de turret, 40 voor de flamethrower. Dat blijft gewoon hetzelfde bedrag. Dat is op zich wel handig, vind ik. Dat is wel een uitkomst op zich. En daar burnen ze heel lekker, dude. Tot! We kunnen ook gewoon hier dingen plaatsen trouwens. Die komt ook al een aardig eind. En we hebben nog 5 rondes. En dan kun je zien hoe het eruit ziet bij een overwinning. Wat er echt prachtig uitziet. Het ziet er gewoon normaal uit eigenlijk. Gewoon nog eentje omdat het kan. We gaan het volbouwen hier. Dat geluid was raar. Laten we hier nog een slowing tower. Die komt daar ook net. Voor de ene laatste ronde. Maar die sloot dan alles lekker down. Dus dat is wel chill. Het heeft nut om dingen wel te plaatsen op bepaalde plekken. Dat klinkt echt heel logisch eigenlijk. Het heeft ook daadwerkelijk nut. Om zoveel mogelijk voorin te gaan zitten ook trouwens. En dat is een big ass huge vliegtuig. Dat is een bomber vliegtuig die alles in één keer vernachelt aan mijn hoofd. Of in ieder geval een heel eind. Als die nou binnenkomt in onze base zijn we hard genakt in één keer. Vandaar dat we hem ook moeten killen. En die tankjes ook trouwens. Dat zijn sterke tankjes. Hele sterke tankjes. Die kunnen we upgraden. Zo ziet een geüpgrade touw eruit. En dat was Victory. Met vuur. En storm. En Gatling guns. En dat is Victory. Dan krijg je dus. Nou, je hebt 1 ster. Yay. Maar die heb ik al. Dus die telt niet mee. Dus op een gegeven moment. Als je dingen wil unlocken. Moet je verplicht tough doen. En wij hebben nou easy even gedaan. Maar je moet dan verplicht tough doen. Of het allermoeilijkste. Volgens mij is dat tough. Alles normal volgens mij. Maar dat moet dan. Om verder te komen zo met. Nieuwe towers krijgen. En op den duur word je er ook wel beter in natuurlijk. Je unlockt betere towers gewoon hoe verder je komt. En dan is het makkelijker om die dingen weer op... heroic is het zelfs. Op heroic te doen. Dus diezelfde op heroic is echt belachelijk moeilijk. Het is een pittige game. Laten we het daarop houden. Er zitten mooie dingen in. Die het heel lastig maken opeens. Je hebt ook allerlei achievements. The Runner en Super Trooper. Je hebt van allerlei achievements ook. Iron deck, Whirly deck, Fun deck, Collect the Fun deck for Spanish Flu, nou, et cetera, et cetera. Er zitten echt heel veel dingen in. Om te doen, dit is volgens mij een store. Nee, dit is een Unis ding. Dit is de info, dit is een encyclopedie. Dit is de Grunt deck. Oh, dit is allemaal Grunt deck, dit is een medic, sorry. Dit is Toastmaster, die kennen we nog niet. De Stubborn Runner, de Hazmat, de Bad Day Blimp. De Louiecopter, de Yuiecopter, de Wingnut, de Sky Whale, de Fokker, de Dirty Hawk, de Scrambler. Nee, baby tank, dat zijn die kleintjes, die zijn heel schattig. De Jam Jeep, daar komen allerlei troops uitzetten trouwens. Die dropt 4 runners. Dan moet je rekening mee houden, die explodeert. Dan moet je ook rekening mee houden, en dit is een Dazzling. Smile is Dazzling. En er zijn nog veel meer dingen die ik nog niet ontdekt heb. Was het? Oh, dat is de Bird Deck. Er zijn nogal meer dingen. Dus. Die game is niet makkelijk. Af en toe ligt eraan wat je natuurlijk kiest. En hoe goed je bent in zulke games. Het is een hele leuke game. Het is zeker een aanrader. Ik heb mij er al goed mee vermaakt in de tijd. Ik heb alles gewoon op het makkelijkste gedaan natuurlijk. Om echt in de game te komen. Het is een behoorlijk lastige game qua dat wel. En het vraagt even wat geduld. En ja, je moet eraan wennen. Maar het is wel een hele leuke game. Aanrader. Link staat in de beschrijving. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik zie je weer in een andere video. Laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.